We hebben al een paar maanden niks van ze gehoord. Althans, ze zijn klaargekomen. Ze zijn beëindigd hun vorige programma. En daarna hebben ze alle drie hun eigen ding gedaan. Maar ze zijn weer bij elkaar, want ze hebben een enorm leuk theaterprogramma. Het zijn de ex-lamers. Geef een applaus. Hier zijn Ruben, Nicolai, Tel, Declan en Ruben van der Meer. Dat is zo goed. Laat die band nog even lopen, jongens. Want dat improviseren. Maar kijk, gaat Ruben gelijk improviseren. Ja, gelijk improviseren. Als je even naar beneden gaat met je hoofd, dan kunnen mensen het ook zien thuis. Ja, wat ben je nu, Ruben? Wil je nog koffie? Dat gaat fout! Nee, tuurlijk niet. Oh, kut. Het valt nog tegen, hoor, dit. We zien zo moet hij Mariette Hamer kamervragen stellen. Ik was de hele dag. Wat ik ook niet goed vind aan dit kabinet. Hoe lang zit jij al op je bagage te wachten? Wat een hel! Ik zeg echt zo dat. Ik ben wel goed in het reageren op mensen die dan iets zeggen. Maar hebben jullie nou. Ja, dat zou ik ook doen. Het is verhoud. Wat is nou het geheim van jullie improvisatietalent? Want dat doe je nu in het theater weer, geloof ik, hè? Half-half. Ja. We hebben een voorstelling uit Club Melchior en daarin vertellen we een verhaal, Paul. het is een kabinet en daarin kaarten wij dingen aan en het schuurt ook wel een beetje. Je zit te kijken en denk je, ja, dat raakt mij wel. En dan gaan we improviseren. En dan is het allemaal leuk, pornografie, nou, dat soort dingen. Nou, de mensen komen gelijk naar je toe. Ik heb ook gehoord dat het je hebt budget-tv gemaakt, no-budget-tv gemaakt. Een serie waarvan je denkt, nou, dat was niet echt. Ja, dat was super, maar toch minder mensen keken. Ja, ja. Maar zijn jullie nou voortgaan borduren? Nee, nou, die... Ruben. Ruben. Ja, we zijn dat soort van voortgaan borduren. Want het was de sponsor van Budget TV, Club Melchior. De fantasy club, waar elke fantasy waar kan worden. Die zou hebben ingegrepen. Die heeft ons aan het werk gezet in de club. Daar maken we nu een... dat is het uitgangspunt voor deze voorstelling. En is het wel improvisatie, Ruben? Vier keer is er... Ik kijk scheel, hè. Ik bedoel dus Ruben van der Weer. 39-jarige, Ruben. Precies. Ja, 39? Ik ben 39. Kilo? Niggas. Het is deels geïmproviseerd en deels staat het vast. Dus, maar het is wat duidelijker. Dit is geïmproviseerd en dit staat vast. Ja. En dat was vorige keer nog wel een beetje onduidelijk. Raakten mensen in de war. Moet ik nou wel lachen? Ik vind het wel leuk, maar... ik lach toch. Maar het was wel bedacht. Toch vond ik het leuk. Raar. Zijn jullie met z'n drieën, want Jeroen Koningsberg is uit de club... Koningsbrugge, is uit de club gegaan. Kijk je dan een beetje jaloers naar zijn grote succes die hij nu heeft? Want hij is ook... Sorry. Krachtstaal maakt. En aan wie stel je die vraag? Aan jullie alle drie. Oké. Okay. Okay. Nou, toen Jeroen erbij kwam, toen wisten wij al dat we gingen stoppen met de lames. Dus hij wist voordat hij erin ging wanneer het eindpunt was. En wij wisten ook al dat we met z'n drie een project gingen doen. Dus wat dat betreft is dat niet echt een soort afscheid geweest. Maar wij krijgen alle dvd's van hem opgestuurd van alles wat hij doet. We hebben ze allemaal op zijn iPhone al gezien. In de auto, alle opnames. We hebben al gemaakt. We hebben al natuurlijk contact. Dit is een outtake, maar is ook leuk. En dan ging je naar Stadkanaal. Jullie waren met z'n drieën natuurlijk heel succes. Hebben jullie dus in Lama's voortgezet. Toen zijn jullie gestopt. En eigenlijk alle drie op jullie eigen manier zijn jullie solo een beetje verder gegaan. Want Ruben, jij doet televisieprogramma's waar je zelfs prijs voor krijgt. Terwijl je geen eens op tv bent. Dat is het nieuwste van het nieuwste. Dat is wel heel bijzonder, want je bent echt bezig met dingen ontdekken. Nieuwe programma's uitzoeken. Nou, ik deed bij de Lama's, en dus bij BNN deed ik er ook nog wat dingen naast. Daar had ik ook wat andere programma's, maar dat gaat bij de AVRO door. En je hebt nou zin met de AVRO? Ja, zeker. Je mist niet de jonge honden, of vind je dat ook bij de jonge honden stijl bij BNN? Nee, die mis ik niet. En je hebt daar weer een ander soort stijl en je maakt eigenlijk dezelfde soort mensen mee. Je hebt er net zulke kundige mensen als bij BNN en net zulke onkundige mensen als bij BNN. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Daar zijn ze wat jonger en daar zijn ze wat ouder. Maakt niet veel uit. Maar ik mag fantastische dingen doen. Ik mag 71 graden Noord hebben opgenomen in Noorwegen. Ja, jij hebt Ernst Paul Hazelbach volg je eigenlijk op.
Ja. Dat is dat afschuwelijke programma wat, waar hij... Nee, het is niet afschuwelijk programma, het is een programma waar hij afschuwelijk aan het einde... Ja, dat is best leuk. Ja, ja, ja. Ja. Maar weet je, was je niet bang van, denk ik, als ik maar niet de jeep... Ja, nou, het is een heel extreem... Ernst Paul Hazenbach is tijdens die opnames is verongelukt met een Belgische, volgens mij, regieassistente. Ja. Ja. Ja, het is een productie, inderdaad, iemand iets een beetje kustig. Ja. Ja. Met de auto is het helemaal verkeerd gegaan. Ja, ze zijn uit de bocht gevlogen. Dat is een vreselijk ongeluk, inderdaad. Ja, maar goed, het gebeurt wel in het programma. En je... Nou, het is een heel extreem land, dat merk je aan alles. Je ziet, soms ben je, kan je uren kijken en dan zie je niks wat... Over welk land hebben we het nu? Noorwegen. Noorwegen. Geen buitenlander terugzien. Dat is heel extreem. Hoe weet je dat? Veel Noor, hoor. Hoe weet je dat? Ik maak een geintje. Oh, heel extreem. Oh, je dacht ook serieus, hoor. Ja, ja, super. Ja. Nou, ja, had je mij ook even gezegd. Ik dacht ook dat je serieus was. Zelfs ik dacht dat je serieus was. Iedereen dat, dit is zelfs het geval. Hey, kan je acteren of wat? Kan je acteren of wat? Hé, hey, wat leuk, dat is Ruben, waar hou jij je mee bezig? Als je niet aan de lama's werkt... Nou, wat ik net zeg, ik doe programma's 1, 7, 9, 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 sorry. Ja, nee, ik was vooral bezig met het bedenken en het opzetten van Club Melchior. En nu zijn we aan het kijken wat ik nog meer kan gaan doen. Maar je speelt ook veel filmrolletjes. Ja, filmrolletjes. En je spreekt dus wat in... Heksje Lily, dingetjes. Ja, joh, gekkigheid. Ben jij Heksje Lily? Nou, ik ben het draakje. Oh, oké. Okay. Heksje Lily is een tekenpoppenfilm of poppenserie? Het was een film. Die was, en dan speelde jij draakje Lily? Ik speelde het draakje. Nee, hoe heette die ook alweer? Nou, joh, daar komen we zelf wel achter via Google. Ja. Ja. Kunnen we even... Tel, ik heb jou iets vaker al ontmoet de laatste tijd. En ik ken jou niet zo heel goed. Ik bewonder je mateloos. En zeker de laatste maanden... Want je hebt een passie die ik niet kende van je. Ja, ik bewonder jullie ook wel, maar op een andere manier. Ja, okay, ja, ja, een andere manier. Ik krijg die sms'jes over. Maar doordat we af en toe wel met elkaar praten... en we hebben ook met de AVRO gepraat over een paar dingen... en je hebt een ongelooflijk bewondering... of je hebt echt een fascinatie met klassieke muziek. Ja, ja, ik hou daarvan. Ja, je zou niet zeggen als ze jou zo zien, denk ik. Nee, dan zou je zeggen hard rock. En hip-hop rap. Ja, heel erg hip-hop rap. Ja. Maar waar komt dat vandaan, die fascinatie? Nou, het werd bij ons thuis wel gedraaid. Maar het is eigenlijk gekomen toen mijn opa overleed. Die had allemaal cassettebandjes. En die mocht ik hebben. En dan mocht ik platen van klasgenootjes mee opnemen. En ik weet niet of mensen dat nog kunnen herinneren. Vervolgens deed je een beetje cellotape op het bandje. En dan kon je een plaat opnemen. En als de plaat klaar was, dan stond er nog een stukje bandje op. En dan was je die plaat aan het luisteren, dan was het... Yeah, Shamona. En dan in één keer was die plaat afgelopen. En toen hoorde ik de vijfde Hongaarse dans van Brahms. En dat vond ik zo indrukwekkend. Hoe gaat die? Ta da ta da ta da ta. De timing was fantastisch. Onvoorstelbaar. Tik hem aan, ouwe. Jongen, jongen, jongen. Ja, ja, heb toch helemaal geen verstand van klassieke muziek? Nee, ik heb hem al een beetje gedrukt. Je moet hem laten bloeien. Dat ja. Je hebt een cd gekocht bij Kruidvat, hoor ik. Ach, nou, nee, maar wat deed het je dan? Nou, ik denk, dit is anders. Dus ik heb het bandje omgedraaid. En daar stond Chopin, Tchaikovsky, Beethoven. Dit is Chopin. En dat is volgens mij een wals 7. Ja. Volgens mij wel, ja. Ja. Ah. Ik heb een oortje. En deze? Vuur Elise. Pianomuziek. Ja, heel goed. Ja? Nee, dat is Vuur Elise. Ja, dat is goed. En deze? Trompet. De Albinoni. Albinoni. Albino. Oh, hij maakt één foutje. Albinoni. Kom maar. Kosten bij de AVRO, ja? Ja, want de AVRO heeft een programmatijl. En dat is een. Ik zat bij jou aan tafel. En toen ging je uitleggen die van Beethoven. Papa da pam. Maar dan zeggen we, dat vind ik zo mooi. Papa, ken je het nummer? Papa da pam. Ja, dat weet ik. Dat zeg je dan dat ik het heel mooi vind.
dan zeg ik dat, dat ik dat heel erg mooi vind. Dan ga jij, ja, maar weet je hoe dat, dan moet je even vertellen hoe dat nummer ontstaan is. Vertel even, dit is pam de pam, pam de pam. Dan zeg je, nee, het is anders, zeg je dan. Nou, jij komt ook heel vaak later bij die vergaderingen, dus dit hoor je dan van je assistent. Top, ik. Heb ik van jou zelf gehoord. Nee, Beethoven, zijn derde symfonie wilde hij opdragen aan Napoleon. Maar toen Napoleon zich tot keizer kroonde, toen was hij zo verontwaardigd dat hij de opdracht heeft doorgekrast. En het verhaal gaat dat hij zo hard gekrast heeft in de naam Bonaparte dat het zelfs in de eerste pagina van de partituur doorkwam. Nou, Napoleon die veroverde heel Europa op een vrij agressieve manier. En als het over oorlog gaat, moet hij altijd zo lachen. En de vijfde symfonie, dus het thema ta-ta-ta-ta, dat is het noodlot wat aan de deur klopt van Europa. Dat ta-ta-ta-ta. Nou, dat, is wat het, dat is wat het moet uitbeelden. Ja, want dat is niet het. Ja, het noodklop. Maar zo werd er geklopt op die deuren. Ja. Door Napoleon aan de poorten van Europa. Maar dat is toch fantastisch? Oh, nee. Ver mee. En, nee, of niet? En nu staat. Die hebben dat ook gedaan, toch? Die hebben. Ja, nee, dit is Balkenende die klopt aan de deur van Europa. Ja. Ja, en deze. Ik heb geen idee wie dat. Allemaal even recht. Misschien. Jongens. Wees die. It's a small world after all. Edelweiss, Edelweiss. Every moment I greet you, song and wine. Daar zit zuster Maria, Tel, recht voor je. Dit net zware sekken liggen er ook hier, dit is Maria. En kapitein van Top, van Pot. Bent u een pot? Nee, dat ik heb een heel geluid hier. Nee, ze rookt een half zware check. U rookt half. Of u even een half zware check zou ik zeggen. Ja? Half zware check? Half zware check. Ik ben een pot. Dit is uw bril, hè? Nu. Altijd een leuk hoesje ook. Ja. Leuk hoor, die oude vaderleden op de eerste rij. Nou, een stuk of 20. Een stuk of 20? Ja. Hoe oud bent u geworden daarmee? Toch nog? Hoe jong zeg je dan? Hoe jong bent u daarmee geworden? 96. 96? Ah, u liegt. Omdraaien. U bent mevrouw Hamer van de PvdA. Omdraaien. Ja. Sorry? Omdraaien. Ja, 96. 96, en als je dat omdraait, heb je gesnusneer. Ja, nun. Zoiets. Dat valt eigenlijk best mee, dit. Het is gewoon een beetje lullen. Ja, en dan hup, naar de VARA, hup, 4 ton. Wees versnillig! Wees versnillig! Het is zo makkelijk. Het is 4,5 ton. Wij hebben nog een vraag gekregen. En dan willen we kijken of dat nou ook qua improvisatie kan. Namelijk een vraag voor mevrouw de Jong. Annie. Of nee, mevrouw Maria. Maria de Jong of mevrouw de Jong. Marie de Jong. Marie. Daar. Oh, daarachter. Okay, hallo Marie. Ga even staan als je wil. Dan kunnen we je zien. Hallo Marie. Ze stond al. Marie, vertel. Waarom zijn er nooit nieuwsberichten uit de Scandinavische landen? Het komt een beetje door die toon, denk ik. Interesse verliezen en dat er dan... Afgelopen donderdag was er wel heel groot nieuws uit Zweden, hoor. Dat de nieuwe EU-president was verkozen. Maar verder hoor je heel weinig nieuws uit Scandinavische landen. Jongens, heb je daar iets geïmproviseerd en je kunt zeggen... wat is nieuws uit de Scandinavische landen of werkt het zo met improvisatie? Hebben ze de hanggroep jongeren? Nee, toch? Ze hebben een hanggroep. Ja. Ze zijn heel extreem, dus dat hebben ze niet. De hanggroep jongeren noemen ze de zogenaamde letta's. Letta. Maar we hebben het net wel 2 minuten over Noorwegen gehad. Ik weet niet of dat... Ja, heel weinig, of misschien is het ook nieuws dat Noorwegen in Scandinavië... Of... Maar er is wel iets, is misschien wel een complot inderdaad aan de hand... dat daar nieuws is wat ons niet mag bereiken. Of denkt u dat? Heeft u dat gevoel ook? Heeft u ook het gevoel dat u wel eens Heb ik een wedervraag. Hoeveel zal een Noorwegen? Wat zei je? Ja, goeie hoeveel zal Noorwegen, maar hij zegt het woord Noorwegen, maar ook als in wat een Noorwegenaar is.
Hij kan alleen met Noren, hoor. Ja. We hebben ons even voorbereid op deze vraag. We hebben hem een paar weken al hangen. We hebben even geïnformeerd. In Scandinavië is een heel populair programma. In navolging van Hole in the Wall. Is dat proppen in de sauna. Proppen in de sauna. Hoeveel mensen gaan er in een sauna? Het is een heel populair programma. Nou leek het ons een heel leuk idee, lama's. Om te proberen om zoveel mogelijk mensen uit de zaal in een sauna te proppen. Okay. Laten we de sauna maar vast op laten komen. Hier komt de sauna op.